Het aantal COVID-19-besmettingen neemt alsmaar toe. En dat betekent dat we even streng de maatregelen van de overheid moeten opvolgen om hierin verandering te brengen. Onder meer afstand van elkaar houden en zoveel als mogelijk thuis blijven. Best een zware opgave, vooral voor de schoolgaande. Wat kan er gedaan worden om hen te ondersteunen, zodat ze niet achterraken? Dit en nog meer bespreken we in deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. Welkom bij deze eerste aflevering voor dit jaar van Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. Nog het beste in het nieuwe jaar. We wensen u vooral een vredevol, gezond en ja, alles wat er nog meer bij kan, maar dan positief in deze 2021. In deze aflevering praten we over het onderwijsproces en hoe de technologie kan worden ingezet als ondersteuning. Na de break stellen we de gasten aan u voor. Aan mijn tafel vandaag minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Vincent Kensmiel, Innovation Officer at Creative Tech Hub Caribbean. Welkom minister, welkom meneer Kensmiel. Dank u wel. En technologie en onderwijs met deze COVID-pandemie, je hoort steeds dat die link wordt gemaakt, want er moet afstandonderwijs worden gegeven. Minister, we horen u overal en u bent het helemaal mee eens. Maar de vraag is, hoe gaan we het doen? Waar zijn we nu? Maar laten we nog niet zo ver lopen. U zit er bijkans 6 maanden. Natuurlijk zijn er uitdagingen, maar hoe gaat het met onderwijs, thans? Kijk, gegeven de omstandigheden moet ik zeggen dat ik tevreden ben. De omstandigheden zijn zo vreemd voor het veld dat je blij moet zijn dat mensen de creativiteit hebben kunnen opbrengen en ook het geduld hebben kunnen opbrengen om onder deze omstandigheden te werken. En mijn tevredenheid is er vooral omdat die leerkrachten echt meedenken. Hoe het curriculum veranderd moet worden, welke onderdelen we wel moeten behandelen, welke niet. Wat de essentiële domeinen zijn die we echt af moeten hebben, zodat een kind die vaardigheden heeft om naar het volgende niveau te gaan. Dus je mag niet aan de kwaliteit komen, maar je mag wel knabbelen aan de kwantiteit. En ik moet zeggen, de tevredenheid ligt hem vooral in dat alle leerkrachten meedenken. Dat is belangrijk. All that thought, zouden ze zeggen. Vincent, hoe is het afgelopen jaar voor jou verlopen? Oh, ook voor het bedrijfsleven natuurlijk een beetje drama. Omdat we heel wat inkomsten, ja, die zijn er gewoon niet. Als ik uit persoonlijke ervaring, zijn we zeker 60-70% teruggevallen in omzet. Omdat we dus vooral diensten leveren aan bedrijven die onder andere afhankelijk zijn van het toerisme. Het heeft ons wel geleerd om nog dieper na te denken hoe je die technologie inderdaad kan toepassen. Want inderdaad, het is heel makkelijk van alles en nog wat met de computer te doen. Ja. Maar hoe pas je dat daadwerkelijk toe om jouw bedrijfsproces efficiënter te maken of resultaatgerichter te werken? Ja. En dat hebben we de afgelopen maanden in tamelijke rust kunnen doen, om het zo te zeggen. Dus dat was het voordeel. En natuurlijk op mensvlak hebben we gezien van je mag nog zoveel geld hebben. We zijn toch een collectief geheel. Ja. En dat aspect is zeer belangrijk mee te nemen in alle ontwikkelingen die we nog moeten hebben. Ook voor Suriname als ontwikkelingsland natuurlijk. Okay. Minister, wat zijn de uitdagingen? Die uitdaging is op dit moment vooral het besmettingsgevaar, wanneer je grotere groepen bij elkaar hebt. En als je praat over onderwijs, het moment dat je zegt, laten we de scholen weer open doen, de deuren weer open doen van de scholen,
dan heb je meteen een massieve groep van 150.000 mensen op straat. En dat is landelijk. Ja. Maar het grootste deel zit wel in Paramaribo en Wanica. Ja. Dus je moet je afvragen van hoe doe je dat met die massieve groep die meteen op straat is. Ze gaan de bussen in. Je krijgt grotere groepen in de bussen. Ze staan bij de bushalte in grotere groepen. Ze komen op school aan in een bepaalde groep. Dus het is constant weer de protocollen oppakken. En het zich houden aan de protocollen vraagt nogal wat energie van leerkrachten op school. Ze moeten zichzelf beschermen en ze moeten de kinderen beschermen. De kleintjes hebben er iets minder last van, maar de grotere op VOJ en VOS niveau, dat wil zeggen het beroepsonderwijs, de MULO, AMS en Lyceum en zo, dat zijn grote mensen. Ja. Daar moet je wel een beetje... Dus dat is een uitdaging wat de omgeving betreft. Ja. Die andere uitdaging is nog veel moeilijker. En die andere uitdaging is, hoe zorgen we ervoor dat het jaar niet verloren gaat aan, hoe zeg je dat, aan leerstof, aan kennis en inzichten. En dat is wat we hebben het hele weekend gewerkt. Ja. En dat doen we elk weekend met leerkrachten, want dan hebben zij tijd en dan heb ik tijd. Maar dat is die andere uitdaging, te zorgen dat we de kwaliteit vasthouden. Ja. Dus kwaliteit en hoe start je de school met COVID-pandemie? We hebben ook een gastcolumnist vandaag en die is Suleel Blinker en die gaat natuurlijk in op de actualiteit. Als de straten konden praten. Er zijn systemen in het leven geroepen die ons dieper laten graven in wie we zijn, wat wij kunnen en wat wij daadwerkelijk daarmee doen. Deze verbuigingen brengen veranderingen met zich mee die resistentie ophoesten en aanpassingen aanvragen. Het kompas hierin zijn de instrumenten en hun handleidingen die het leven vergemakkelijken. Libisma, de mens. In het kader van systemen, laten we het hebben over internetgebruik en COVID. Die tussen de regels op afstand met maskers geluiden produceren die de aandacht van ons allen noteren. Wat zou die Brit Tim Berners-Lee hebben bedacht bij het uitvinden van internet in 1989 dat in 1991 uitkwam? Als ik het goed begrijp, was het de hoogste bedoeling om beter te communiceren en daarmee culturen te verbinden van ver en dichtbij. Maar is dit sociaal platform echt sociaal? Of meer een voedingsbodem waarop narcisme en isolement wordt geoogst? Waar fake news alledaags is, logisch, als een ieder een publicist is. En expert is in. Want it, want it, can get it, get it. Want it, like. Maar laat me niet afdwalen in het geklaag en Sakayubanti perikelen. En ook kijken naar de trofees die trotseren vanwege dit wereldwijd web, internet. Van online bankieren naar afstandsonderwijs, dwars door Facebook om terug te komen tot Wikipedia en Google. Wie zoekt, die vindt. Laat staan. De gecreëerde verdienmodellen die succes vinden en verwelkomen. De ondernemer met zijn webshop. Het medisch recept dat via de app levens redt.
Die overmaking die binnen 1 minuut ervoor zorgt dat mijn zaken zijn geregeld orde. In deze orde schijnt de chaos COVID-19 de uitdaging te zijn. Het vergrootglas onder de loep. Je was jouw handen, draag jouw masker en blijf liever thuis. Bassuin blaast nieuwe inzichten in ons achtertuin. Van brassa's naar Zoom-meetings. Van feesten naar livestreaming. Van klaslokaal naar online onderwijs. En in de tussentijd hebben wij het over gebruik. Internetgebruik. Ik kan amper praten over succes wanneer instrumenten worden aangeboden die mijn leven daadwerkelijk vergemakkelijken. Alibi moes libi. En in de tussentijd betalen we elke maand, maar internet is super, super, super traag. Halen we de deadlines niet, want er was een storing zonder verklaring. Waar afstandsonderwijs wordt ingezet zonder goed na te denken. Aan pa en ma die de verhoogde tarieven niet kunnen permitteren. In huizen waar een computer een vreemd woord is en de mobiel en bees vergt die de portemonnees niet kunnen tellen. Bij deze een oproep aan u. Laten wij denken voor het doen en doen in het denken. Laten wij beseffen dat systemen er zijn als instrumenten die dienen te passen in ons zijn. En bij het passen, niet amper te klagen, maar transparant en daadkrachtig deze verandering omarmen. Stree, wee, stree. No, Freddy. Als revidentie. Dat nee. Lolo, mi boto. Lolo, lolo. Lolo, mi boto. Dankjewel, Suliel Blinker. En natuurlijk is ze ingegaan op wat er allemaal vandaag gebeurt. En een van de grote uitdagingen vandaag de dag. De kerstvakantie hebben we gehad. En de school moet beginnen. En de minister zit hier aan tafel samen met onze ICT-deskundige Vincent Kensmil. En we gaan een beetje praten hoe verder met het onderwijs. Wordt het dan afstandsonderwijs, minister? Als we kijken van dat zaken niet echt nog rond kunnen. Laat me even beginnen. Is er zicht of we nog op tijd kunnen beginnen of dit schooljaar nog te redden is? Of is het nog elke dag kijken hoe zaken gaan? Nou, we moeten dus, we verwachten een piek rond de 20e. En precies die dagen, in die periode, willen wij weer beginnen. Dus de afstemming tussen onderwijs en volksgezondheid is optimaal. We hebben dagelijks contact, we werken er naartoe, we kijken naar de gevaren, als we wel kunnen beginnen of niet. En ik kan zeggen dat we gegarandeerd 2 of 3 dagen voor de datum waarop we open gaan, dat bekend zullen maken. Op dit moment zitten we te kijken naar een datum van 20 januari. Maar als het niet veilig genoeg is, dan gaan we toch weer moeten uitstellen. En dat is op zich een beetje vervelend, ja. Maar het is wel veilig. Ja. Dus je moet die twee dingen constant... Better safe than sorry. Ja, ja, ik bedoel, ik praat veel met mijn collega's. Ik heb het weekend met mijn collega's gesproken van de Caribische regio. Met mijn collega's in de rest van de wereld, in Washington en in Europa. En je ziet dat iedereen het zeker voor het onzekere neemt. Sommige landen hebben hun scholen helemaal nog niet opengegooid. Ja. Het hele jaar niet, sinds vorig jaar maart. Anderen zijn begonnen, hebben gesloten, zijn weer begonnen, hebben weer gesloten. Dus het is het bekende beeld. En in Suriname zijn we extra voorzichtig, omdat we
onze volksgezondheid is niet, laat maar zeggen, de infrastructuur is niet sterk genoeg om mensen op te vangen als ze ziek zijn. Ja. En daarom ben je extra voorzichtig. En Vincent, hoe kijk jij er tegenaan? Jullie branche, jullie zijn toch wel afhankelijk van de instroom vanuit het onderwijs. En als we zien dat dat ook een beetje, ja, gezien de omstandigheden, toch wel niet echt vlot gaat. Maken jullie zorgen? Ja, we maken ons ernstig zorgen, maar we begrijpen het ministerie volkomen in deze. De samenleving moet natuurlijk beschermd worden. Ik heb natuurlijk ook wat gekeken met collega's en ouders in die branche. Wat merk je dat particuliere scholen pakken dat wel een stukje aan sneller op met afstandsonderwijs. Wat daarbij bij komt is vooral dat de ouders een factor 10 meer aandacht moeten besteden. Dus je krijgt toch daar een stukje, laten we zo zeggen, afstemming of tenminste inzet. Dus dat probleem van wat je natuurlijk niet wil krijgen is dat je een groep achterlaat. Ja. En daarom dat het ministerie inderdaad een beleid die van luister, het is met z'n allen moeten we door deze crisis heen komen en als branche zien we dat ook. Dus de technologie is er in principe, je kan uit zoveel platformen of methodes kiezen, maar de organisatie daarachter, dat moet ook in afstemming zijn met het geheel. En als branchevereniging of als branche willen we natuurlijk, of doen we ook kijken waar we onze bijdrage kunnen leveren. Ik denk dat los van de ICT moet gewoon het heel bedrijfsleven veel meer aandacht besteden aan wat er gebeurt. Ik zelf zie nog een beetje te weinig daarvan. En dan stik ik mijn hand misschien in eigen boezem. Maar het is een stukje afstemmen, kijken. De minister zegt, het weekend is ze bezig. In principe zou een team ondernemers of ook moeten bijschuiven om te zeggen van oké, hoe kunnen we waarin komen? Ja. Om als voorbeeld te geven, bijvoorbeeld, ik zie bedrijven die natuurlijk afhankelijk zijn, ook in de ICT, die hun eigen transport regelen voor hun werknemers. Nou, het is natuurlijk moeilijk om dat voor schoolgaande te doen, maar we moeten iets doen, want inderdaad, wij zijn afhankelijk van wat naar binnen stroomt. En als daar een stagnatie is, krijgen we op termijn een groter probleem. Ja. En minister, Vincent had het over afstand onderwijs. Hij zegt het lukt een beetje bij de particuliere scholen. Is dat de optie voor het ministerie? Want het wordt wel gedaan, maar dat horen we weer in de media van je data wordt steeds duurder en het geklaag ook dat mensen dat geld niet hebben om die data aan te schaffen. Zeer terecht. Kijk, in eerste instantie is technologisch alles mogelijk. Maar je hebt met mensen te maken, met verschillende soorten mensen. Rijke mensen, arme mensen. Mensen die wonen midden in de stad, mensen die wonen achter de watervallen. En we hebben met allemaal rekening te houden. Ja. Daarom praten wij over, of wat we doen is gediversificeerd. Dat we zeggen, zij die 5 mobieltjes thuis hebben en de rekening van Telesuur zo uit hun mouw schudden, die moeten gebruik maken van afstandsonderwijs. Ja. En dit stimuleer je ook. Als je het kan betalen, doe het. Als je het niet kan betalen, dan gaan wij ervoor zorgen dat je niet achterblijft. En die groep die het nog niet kan, de gezinnen waar er maar 1 iPhone in huis is, of 1 device in huis is, daar moeten we rekening mee houden. De gezinnen die niet eens hun waterrekening kunnen betalen, daarvan ga ik niet eisen dat ze met devices gaan werken enzovoort. De overheid zou in staat moeten zijn om alle kinderen met internet en een laptop van een laptop te voorzien. Dat kan die overheid op dit moment niet. Wat we daarom doen is, zij die het wel kunnen gebruiken, ga ervoor. Omdat dat de toekomst is. Ja. Zij die het nog niet kunnen, daar zorgen wij voor. Dan, we hebben dus radioprogramma's die volgende week beginnen. We hebben televisieprogramma's waarbij we dus vooral geschiedenis en aardrijkskunde, daarvoor gaan we het gebruiken. We hebben speciaal geprint materiaal, dus hele mooie papiertjes waarop de kinderen zelf kunnen werken. Wat ik niet zou willen is dat we de ouders belasten met wat in de school moet gebeuren. Ja. Dat lijkt me te zwaar voor de ouders. Aan de andere kant moeten dan de leerkrachten inspringen. Ja. Want
als de school niet kan beginnen, moeten de kinderen door. Anders wordt die gap nog groter. Ja, maar die leerkrachten zijn actief hoor. Ja, oké. Die leerkrachten zijn echt actief. Men onderschat de energie die ze stoppen in het bijhouden van de kinderen. Ik vertelde u al, in het weekend hebben we gewerkt. In het weekend hebben we overigens met het bedrijfsleven aan tafel gezeten. Maar ook met de leerkrachten. Echt om na te gaan welke onderdelen van Nederlands kunnen we anders aanpakken. Welke onderdelen van rekenen kunnen we anders aanpakken. We hebben het hele rekenprogramma opnieuw geschreven, bij wijze van spreken. Zodat die kinderen zichzelf kunnen helpen. Dat noemen we het zelf instructie. En dat doen we om die achterstand te voorkomen. Zodat we door kunnen werken. Kunnen de kinderen zichzelf gedisciplineerd bezighouden de hele dag? Echt niet. Maar als ik met mijn collega's in Washington in het weekend even met hun aan de tafel zit. Ik zeg van, wat doen jullie? Hoe lukt het? Enzovoort. Dan hoor ik ook dat de technologie volledig ter beschikking is. En dat die kinderen het niet volhouden. Ja, dus dat is dan steeds wanneer het voorhanden is, dus weer een andere uitdaging. Weer een andere uitdaging, ja. Toch? Dus die ouders hebben daar de grootste moeite mee om hun kinderen de hele dag lessen te laten volgen. En dat is begrijpelijk. Vincent, ik zie je knikken. Ja, nee, dat heb ik ook gehoord. Dat, vooral bij de jongere kinderen is het moeilijk om hun geconcentreerd te houden. En de ervaring nu ook dat ze natuurlijk het sociale contact missen. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Dus inderdaad ga je moeten diversificeren. Je moet kijken naar welke groepen. De GLO is anders dan de VOJ, de VOS. Dus je gaat, ik zie zelf dat er een hele nauwe, ik ben blij dat het bedrijfsleven erbij is, maar die, eigenlijk wat het ons leert is dat we altijd al zeggen dat onderwijs is een samenspel van de hele samenleving. Ja. Ouders, leerkrachten, de leerlingen en het bedrijfsleven, want die neemt het product af, om het zo te zeggen. En ik denk dat we daar steeds dichterbij moeten komen. En het is natuurlijk een proces. Ik denk dat dit, we moeten onszelf de tijd ook geven. Ja, dat we kunnen niet verwachten dat we een transformatie van het onderwijs, waar we al zo lang over praten, in een paar maanden doen. Het gaat een stukje duren. Dus dat besef en daar moeten wij als samenleving ook heel goed naar kijken. En ons de kans geven om die technologische intrede te laten doen. En ik ben absoluut geen voorstander om alles volledig helemaal alleen technologisch te doen. Want we weten allemaal dat eigenlijk in elk proces de technologie slechts 20% uitmaakt. Ja. De mensfactor is bijna meer dan 70%. Is het gemis van de leerkracht al? Ja. Ja, nou, de mens is een sociaal wezen. En kijk, technologie is een hulpmiddel. Het is niet het ding. Middel, ja. Het is een hulpmiddel. Het helpt, het ondersteunt, maar het vervangt niet. En daar moeten we goed rekening. Dat heeft deze pandemie duidelijk. Zaken blootgelegd eigenlijk. Ja, dus want je dacht, je zou denken, al die landen die hoogtechnologisch ontwikkeld zijn, dat daar geen achterstanden zouden ontstaan. Het verhaal is dus anders. Het werkt niet 100%. Het werkt gewoon niet. Dat hulpmiddel wordt ineens een vervanging. En daar zijn kinderen niet op afgestemd. Ik ben daarom ook echt, ik blijf in contact met mijn collega's in de rest van de wereld. Omdat ik gewoon wil weten van wat gebeurt er bij jullie. Waardoor ik steeds meer het gevoel krijg van we doen het goed. Wij gegeven onze omstandigheden houden we rekening met alle lagen van de bevolking. Ja. En dan kan ik niet echt ontevreden zijn. Focussen jullie ook op alle lagen, Vincent, bij het ICT? Want als we zo naar de minister luisteren, dan is niet iedereen able om, weet je, die toegang te hebben tot ICT. Ja, ik denk dat het bij het bedrijfsleven is het natuurlijk dubbel. Kijk, directe groep zijn natuurlijk de iets hogere, in de hogere VOS, HBO. Dus als ondernemer, als bedrijfsleven, ga je eerder daarop focussen. Maar ik denk dat als sector we naar het geheel kijken en vanaf die kleuterklas eigenlijk al willen meedoen in het proces. En inderdaad, het is heel moeilijk omdat je natuurlijk de deskundigen die zijn daar voor het onderwijs. En als bedrijfsleven weet je van luister, als je nu begint bijvoorbeeld bij een kleuterleerling die 4 is, die komt in het arbeidsproces wanneer die 18, 20 jaar is. Het duurt even.
Maar in die tussentijd zal de wereld ook volledig veranderd zijn. Ja. Dus we praten nu al over heel andere zelfstrijdende auto's en al dat soort zaken. Dus je gaat op een heel slimme manier moeten omgaan. En ik ben blij dat we dus kijken naar wat gebeurt er inderdaad in de omgeving. Want daaraan moeten we ons koppelen. Okay. Weet je, dus daar zijn we mee bezig. Maar voor de pandemie is altijd gesproken over die connection, afstandsonderwijs, ICT met onderwijs, ICT met onderwijs. En die pandemie komt, bam. Niets veranderd. Niet zo ver blijkt. Nee, omdat niets verandert wanneer er geen druk is van een verandering. En dat is helaas omdat we als mens sociale wezens zijn gebeurd. Dat als je eenmaal in die comfortzone bent om te veranderen naar iets anders, dat gaat niet altijd vanzelf. Dat zijn echt, ik heb weinig landen waar dat kan op die manier. Ook de rijkere landen gebeurt het niet zonder een verandering, zonder een beetje drama. En dat is, de realiteit. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we wel voorbereid zijn. Dus je weet van de technologie kan ons helpen. We weten dat we al jaren bezig zijn met kinderen te leren coderen, om op die manier met 3D-printing bezig te zijn. We weten dat de creativiteit een belangrijke rol gaat spelen. Dus al dit soort blokken staan er al. En ik denk dat het nu ligt aan een collectieve organisatie, samen met het ministerie, de overheid, bedrijfsleven, maar ook de ouders, hoor. Ik denk dat wat de pandemie ons nu leert, is dat ouders in het proces een veel grotere, belangrijke rol moeten gaan vervullen. En we moeten die boodschap brengen naar iedereen. Dat je inderdaad ziet van, luister ouder, je hebt je kind. Je moet iets meer energie stoppen. Ouderverenigingen moeten versterkt worden. Ja, maar het punt wat je daar krijgt is, die ouders hebben een andere rol dan de leerkrachten. Ja. De ouders zijn geen didactici. Ze zijn geen rekendeskundigen, ze zijn geen taaldeskundigen. Dus ze hebben een beetje een andere rol dan de leerkracht. Wat nu gebeurt is dat die ouders proberen, koste wat kost, om te helpen met het curriculum. Dat is te zwaar. Ja. Wat de ouders moeten doen is stimuleren. Ja. Heb je huiswerk af? Laat me zien, wat heb je vandaag gedaan? Dus gewoon op de zoals gebruikelijk, ja, gewoon doorgaan. Leg me uit wat je doet. Want die ouder kan ook leren van het kind. Dus die ouders hebben een iets andere rol dan de leerkracht. Je kunt ook niet van alle ouders verwachten. Sommigen kunnen niet eens lezen en schrijven. Dus toch is de rol van een ouder die niet kan lezen en schrijven enorm belangrijk. Ja. Het stimuleren dat het gebeurt. Wat science betreft en technologie, daar is het ministerie wel een tijdje mee bezig. Ja. Zelf heb ik constant de science weken georganiseerd. En 3D-printing is ook al in school. Ja. Weet je? Dus die dingen zijn er. Alle scholen hebben een toolbox waarin elektriciteit zit. En laat maar zeggen, allerlei soort vormen van wetenschappelijke ontwikkelingen. Ja. Daar hebben ze een toolbox voor en daar kunnen ze experimenten mee doen. Er is ook een laptopje één, weet je, waardoor. Dus die stimulans was er wel van, jongens, we gaan de technologische kant op. We moeten dat doen. Is dat die hervorming van het onderwijs waarmee we al zo lang bezig zijn? Gaat dat gewoon normaal onder deze omstandigheden? Dat gaat normaal door, want die toolboxen zijn in school. De leerkrachten zijn ervoor getraind. Ja. Ze gebruiken dat materiaal ook. Alleen internet valt uit. Als ze bijvoorbeeld iets willen opzoeken, plotseling is er geen internet. Ze zoomen bijvoorbeeld, plotseling is het er niet. Dus onze technologische ontwikkeling in het land zelf is nog niet sterk genoeg. Zelf heb ik ook problemen als ik een Zoom-meeting moet hebben met mijn collega's hier in Suriname. Ja. Moet ik soms van locatie veranderen omdat dat ding niet werkt op de bepaalde locatie waarin ik zit. Dus Het gaat samen. De mensen zelf willen het. Ja. De kinderen zelf zijn heel creatief. We hebben miljoenen geïnvesteerd in het beroepsonderwijs. Ja. Overigens, het bedrijfsleven zit in het bestuur van het beroepsonderwijs. Ja. Dus SNTA is daar een voorbeeld van. De Suriname National Training Authority. Die is al 5 jaar bezig met competentiegericht onderwijs. En daar is het bedrijfsleven voor 1/3 deel in dat bestuur. Dus het bedrijfsleven is al jaren
hoe zeg je dat, betrokken bij dat beroepsonderwijs. Moet het beter? Ja, ja. Zeker, zeker. Ik denk dat het beter moet inderdaad, omdat we als collectief hebben niet door van dat het onderwijs ook een investering is van het bedrijfsleven. Ja. Mm. Om toch even op te in te gaan, ik hoor inderdaad veel dat inderdaad ons internet, dat valt uit. Wat wij hebben gezien in de sector is dat soms het natuurlijk kan liggen aan de verbinding zelf, maar die is vrij stabiel. Ik moet eerlijk toegeven dat we de afgelopen jaar zowel Telesur als Digicel een behoorlijke investering hebben gedaan. Wat je soms krijgt is dat gewoon de configuratie van bijvoorbeeld je modem moet restarten worden. En dat kan gebeuren. Ik bedoel, als dat ding 24/7 draait, moet er soms af en toe iets gebeuren. En dus dat leert ons ook dat we het naten heeft de ICT-opleiding al een paar jaar, dat we dus dit soort technici nodig gaan hebben om die harde infra op orde te hebben. En dat we inderdaad internet en ICT niet meer gaan zien als een tovermiddel. Het is gewoon een tool, het is eigenlijk je pen en papier nu. Dus zo'n technician, die is niet meer de god, om het zo te zeggen. Want dat gebeurt vaak, weet je. Doe het hoor, want ik ben geen ICT'er. Nee, als gebruiker ga je toch even moeten weten, hoe moet ik mijn modem even restarten? Waar kan het aan liggen? Dus ik denk zelf dat we inderdaad met die pandemie hebben geleerd van, hey, come together en inderdaad een stukje future beleid gaan moeten gaan omarmen. Ja. En in een veel breder verband. Inderdaad, ik ken de SNTA, alles soort dingen. Maar zolang die druk er niet komt, ga je niet vooruit. Of tenminste, harder aan de kaart trekken. En dat leert het ons nu wel. En de kinderen hebben er wel zin in, hoor. Ja. Laat me zeggen, we geven ze een computer, ze maken het open, ze leren de onderdelen van die computer. Ze hebben er gewoon zin in. Dus laat me zeggen, in dat onderwijs zijn we wel bezig om ze voor te bereiden dat het komt. En dat ze begrijpen, soms knippen ze alle onderdelen van die computer uit, zodat ze weten wat een modem is. Dus ze beginnen zich voor te bereiden. Ik denk dat waar we kunnen versterken ook is inderdaad bij de opleiding van de leraren. Daar moeten we inderdaad heel veel gaan transformeren. Ja. En ik weet dat inderdaad er een grote groep is opgeleid die speciaal geen ICT'er, maar dat ze die ondersteuning kunnen geven, geloof ik ook, met curriculum. Dat, ik denk dat daar een NN-situatie, kijk, we hebben nu een probleem, het schooljaar mag niet verloren gaan. Maar om naar de toekomst te kijken, gaan we ook daar veel meer moeten investeren, weet je. Ja. Ook gaan kijken dat we leerlingen die bijvoorbeeld de opleiding doen naar ICT, dat je daar misschien 10-15% tot leerkracht kan maken. Want vaak zeggen we van oké, word je, ga een bedrijf opzetten, is goed. Maar sommige van deze leerlingen of die het volgen zijn misschien geschikt om mentor te worden. En daar moeten we over nadenken. Oké. We pakken even een korte break, dan zijn we zo terug bij u. En welkom terug. We hebben hier aan tafel minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Vincent Kensmeel, ICT-deskundige. En we praten over het onderwijs en ICT met deze COVID-19-pandemie. Hoe we deze zaken meer bij elkaar moeten brengen om eigenlijk iedereen niet achterblijft, maar dat iedereen even ver gaat. De school gaat beginnen, 18. U zei eerder van, wacht even die tweede golf af. Dus het is even aankijken of het nou 18 of 20 begint. Ja, dus dat willen we even afwachten. Ik denk dat volgend weekend daar meer duidelijkheid over is. En we gaan de samenleving op tijd informeren als we beginnen of niet beginnen. Dat zullen we volgende week definitief beslissen. Oké. En terwijl het ministerie toch wel het besluit heeft genomen in Suriname dat de kinderen natuurlijk, die klassen worden kleiner, de kinderen zijn minder in een klas, afstand houden en dergelijke. Maar toch zien we in het buitenland, er komt nieuws dat kinderen ook die COVID kunnen krijgen. Ja. Dus, kinderen kunnen het zeker. Dus ze hoefden eerder hun mondkap af en nu? Nee, nog steeds af. Het punt is, de grotere kinderen, we hebben duidelijk aangegeven dat 12 en ouder, die moet wel een mondkap op. Dat betekent dat de lagere school geen mondkap op heeft. En het heeft meer te maken met het feit dat ze, ik wil dat de medici dat zelf uitleggen, maar hun stootkracht is
is kleiner. Dus ze kunnen besmet worden, ze kunnen ook ouderen besmetten. En dat is waar we voorzichtig mee moeten zijn. Daarom zijn we op school ook heel erg voorzichtig. En blijven we die afstand ook bewaren, ook op de lagere school. Omdat zij zelf niet ziek worden, maar ze kunnen ouderen wel besmetten. En daarom is het van belang dat we ons aan de protocollen blijven houden, ook op de lagere school. Dus ook handen wassen, ontsmetten, afstand houden. En het is een opgave. Ik moet zeggen dat wanneer kinderen bij elkaar komen, het enorme opgave voor ze is om niet bij elkaar te komen. Ja, sociale wezens. Dat is heel erg moeilijk. Ik moet zeggen dat die leerkrachten dat redelijk goed in de gaten houden. De pauzes zijn ook niet meer samen. Elke keer heeft de andere klas een pauze. Dus het is een totaal andere organisatie. Men onderschat de interventies die we hebben moeten plegen om het veilig te doen. Maar je moet je zo voorstellen, vroeger ging de bel en er waren alle kinderen direct buiten. Nu gaat die bel niet meer. En die bel was zo'n belangrijk instrument op school. En die bel telt niet meer. Ja, ja, ja. Dus het is de leerkracht die de schoolhoofden die weten van jij mag om 10 uur pauzeren, jij 10 over 10. En dan is er ook nog controle. Dan heb je de, hoe zeg je dat, de manier waarop ze mogen eten, de manier waarop ze dingen mogen kopen. Dus alles is veranderd. Is geregeld. Ja. Er zijn zoveel regels waar ze zich aan moeten houden. Maar het belangrijkste is toch maar, wat gebeurt er in die klas zodanig dat we ervoor zorgen dat het jaar niet verloren gaat. En daar gaat onze energie ook in zitten. Los van de emotionele begeleiding. Want we gaan zo snel over dat ding heen, maar er zijn enorm veel emoties die erbij komen kijken. Ja. De druk is groot. De druk is groot op de leerkrachten. Men onderschat de psychologische druk op die leerkracht. Men doet ook alsof die leerkracht thuis geen enkel ander probleem heeft. Maar een heleboel leerkrachten, hun wederhelft is hun baan kwijt. Dat brengt een heleboel stress thuis met zich mee. En dat komt ook in die school. En die kinderen, hun ouders, hebben andere problemen thuis. Het is een en al stress. Het is een en al stress en we doen alsof het er niet is. Ja. En dat is problematisch. Dus je moet echt rekening houden met de kinderen zitten onder stress, de leerkrachten zitten onder stress. En dan moet je dat programma ook afstemmen op de werkelijke situatie. Mm-hmm. En die werkelijke situatie is echt stressvol. Mm-hmm. En hoe gebeurt dat, u zei eerder, gebruik je de term achter de waterval in het binnenland, zelfde modaliteit als Paramaribo? Of is dat toch wel nee, anders? Nee, het binnenland krijgt een totaal ander. Kijk, je wil precies hetzelfde doen in het binnenland, maar de start is niet hetzelfde. Ja. Wat we formeel toestemming voor geven, is dat er mag, dat het onderwijs mag beginnen in de taal van de kinderen. Dat is tot nu toe niet echt formeel geregeld. Nee, niet maar ja, dus nu zorgen we ervoor dat die kinderen opgevangen mogen worden in de taal die ze spreken, waardoor ze begrijpen die instructie van die leerkracht begrijpen. Je moet natuurlijk ook leerkrachten hebben die taal spreken. Dat is voor het overgrote deel gelukkig wel zo. En het betekent dat de hele kleintjes worden opgevangen in de taal die ze spreken. Die ouders helpen ook mee. Die ouders, als er een leerkracht is die taal niet spreekt, helpen die ouders ook mee. Zie daar de rol van de ouders. Maar wat je hebt is dat je, wanneer de leerkrachten naar het binnenland gaan en ze zijn van de stad, is dat een andere stresssituatie voor hun. Ze komen aan. De situatie is bepaald niet aantrekkelijk. Geen waterleiding, geen elektriciteit. Het is niet altijd schoon. Er is ook een beetje criminaliteit tegenwoordig in het binnenland. Dus we hebben een speciale veiligheidsdienst moeten ontwikkelen voor bepaalde dorpen. Gelukkig niet alle dorpen, maar voor bepaalde dorpen hebben we een bepaalde veiligheidsdienst moeten ontwikkelen samen met de minister van Justitie en Politie.
er wordt veel ingebroken. Ja. En vroeger werden er misschien andere dingen gestolen, nou wordt eten gestolen. Ja. Snap je? Dus de proviant van de leerkrachten die 3 maanden lang voeding meenemen, dat wordt gestolen. Dus er zijn stressvolle dingen die gebeuren. Ja. En ik ga daar niet licht over. Oké, mooi. Vincent, de minister sprak erover van de taal die gebezigd wordt, dat de kinderen in hun eigen taal worden. Ja, het wordt daarmee begonnen, daarna Nederlands. Maar als we kijken naar ICT, is het toch wel een universele taal. En dat is Engels. Als ik kijk naar heel jonge kinderen, dan kunnen ze bijna vloeiend Engels praten. Moet het onderwijs daar niet overschakelen? Als we kijken op het niveau dat de kinderen al Engels kunnen spreken. Ja. Kijk, uiteindelijk wat je wil is dat je mensen creëert die inderdaad in die samenleving dienstbaar kunnen worden ingezet. Dus als de start moet zijn in een taal die ze begrijpen, waardoor ze daarna over kunnen stappen en begrijpen waarom ze dan bijvoorbeeld of Engels of een andere taal moeten kennen. Daar, ik denk dat het bedrijfsleven die flexibiliteit moet hebben en ik bedoel, daarvoor zijn we er ook. Wat inderdaad moet gebeuren is dat je inderdaad gaat kijken en gelukkig zie je die bewegingen al. Bijvoorbeeld, we weten in de entertainment zijn er gewoon groepen die films al vertalen. Toch? Ja. Dat is eigenlijk al een mooi ding. Dus je zou kunnen zeggen dat we als bedrijfsleven of als overheid gaan kijken, hey, hoe is die, groot is die markt? Want dat is een van de dingen die we eigenlijk nog te weinig hebben, ook bij ons hoor. We hebben geen data. We doen weinig op basis van beschikbare informatie. Ja, ja. En dat is ook een van de dingen die de COVID ons heeft geleerd. Dat vaak zijn het zaken waarvan we met een natte vinger werken. En dat kan je niet. Je moet met data werken. Anders gaat het niet werken. En het is moeilijk om in deze samenleving die data te krijgen. Dus om gewoon concreet op die vraag, het is een goede ontwikkeling dat kan. Dus dat de overheid die flexibiliteit heeft. En dan moeten we gaan kijken van hoe kan je daarin bij spelen. En wat ik verleden zag is bijvoorbeeld dat entertainers naar het binnenland gaan en daar een handje bij. Dat vond ik een hele goede positieve ontwikkeling. En ik denk dat we daar met elkaar die flexibiliteit moeten hebben. Uiteindelijk, wat willen wij? Ja. We willen burgers in die samenleving die begrijpen hoe het werkt, hoe die samenleving werkt. Ja. En dat je dus inderdaad in bedrijven op een bepaalde manier moet kunnen omgaan om resultaatgericht te werken. En daar gaat het om. Oké. Minister, ja, we kunnen uren doorgaan, want het is zo interessant. Maar het vaccin, we hebben bij de WHO ingeschreven, wanneer is het vaccin hier? We zien op het wereldnieuws dat mensen al worden gevaccineerd. Ik ben geen minister van Volksgezondheid, maar als ik naar hem luister, dan hebben we het vaccin denk ik eind januari ook in Suriname. En hij heeft een protocol daarvoor. Hij heeft dus de groepen goed ingedeeld, wie eerst aan de beurt is en wie daarna volgt. Ze zijn ook heel zorgvuldig bezig om het vaccin te kunnen ontvangen. Want dat is natuurlijk, daar zijn faciliteiten voor nodig. Maar de minister van Volksgezondheid heeft een zorgvuldig plan. Dat kan ik u wel zeggen. Oké, maar waarom ik die vraag stel, is omdat we hebben gezien, in het verleden hebben we ook pandemieën gehad. En kinderen, wij allemaal hier aan tafel, zijn verplicht gevaccineerd om naar school te kunnen gaan. En nu hebben we weer een pandemie. Wordt het ook verplicht gesteld voor scholen? Nee, daar wil ik absoluut geen uitspraak over doen. Op dit moment wordt de vaccin volgens mij meer gebruikt om te voorkomen dat we elkaar besmetten. Hoe dat verder gaat lopen, dat wil ik echt overlaten aan de minister van Volksgezondheid. Maar onderwijs heeft er niet echt over nagedacht? Nee, omdat we echt elke keer volgen wat Volksgezondheid. We zijn wel heel intensief met elkaar in contact. Ja. Heel intensief in contact met het BOG. Bijvoorbeeld als we een geval hebben op school, is direct BOG. Die ons support. Dus wij volgen de instructies. Het is vervelend als een ander ministerie daartussen zal komen. We hebben al onze vragen die we hebben met betrekking tot de school, leggen we op het bord van Volksgezondheid. Van het team, van wat doen we nu, wat gaan we, wat is de volgende stap. En elke keer leggen ze ons uit waarom
verandering in de protocollen plaatsvinden. Want die protocollen blijven niet constant hetzelfde. Ja. Elke keer veranderen ze. En daarom zeg ik u van, het is niet eenvoudig om, laten we zeggen, met een grote massieve groep van 150.000 te werken. Want als je die protocollen hier verandert, moet ik het wel laten doordringen tot die hele grote groep. Ja, ja. Van vanaf vandaag gaan we het zo en zo doen. Dus ik zit ook altijd heel zorgvuldig te kijken van, jongens, ik hoop niet dat er weer een verandering komt of te veel veranderingen. Want dan moet ik die hele groep weer in lijn krijgen. Wat enorm veel energie kost van de leerkrachten vooral. Maar we volgen de instructies van Volksgezondheid. Dus wat dat betreft gaan we verplicht de kleintjes ook inenten en de grote mensen in. Dat moeten we echt afwachten. Moet Volksgezondheid bepalen. Oké. Okay. En Vincent, zie je een genormalisatie van het geheel wanneer we praten over een vaccin? Nou, ik denk dat wat er nu is gebeurd is dat we natuurlijk, onze wereld is nu veranderd. We gaan hiermee moeten dealen. Ik denk dat het, de minister zegt terecht, we gaan moeten kijken van hoe werkt het precies. Wij geloven niet in allerlei theorieën of doemscenario's dat het niet kan. Ik bedoel, gele koorts, al dat soort vaccins zijn er om je te beschermen. Dus precies. Als die instructies komen, ga je het moeten uitvoeren. En ik denk dat per bedrijf ga je kijken hoe pas je dat toe. Ja. Maar normalisatie, kijk, de normal bus komt niet meer. Dus we gaan, het is nu, na COVID, hoe onze samenleving gaat werken is anders. Oké, okay. Ja, dank u wel. Dank u wel, minister, voor uw komst naar de studio. Meneer Kensmith, voor uw komst naar de studio. Ja, en dank u wel voor het kijken. Dat was Onder de Loep. We hebben gesproken met de minister van Onderwijs, Marie Levens, en de ICT-deskundige Vincent Kensmith. En natuurlijk, hoe gebruik je ICT om te midden van deze pandemie toch het onderwijs nog te redden? En natuurlijk, als u het gemist heeft, kunt u nog kijken op onze YouTube-kanaal ATV Suriname. Tot de volgende keer. Goedenavond.